Het is nu zaterdagavond, of tenminste net na het eten, een uur of zes of zo. Even kijken, ja, een uur of zes. En ik heb in de hele middag zit ik al zo'n beetje te denken, wat zal ik er toch eens mee doen? Ik ben niet opgemaakt, ik zeg het er alvast bij. Het is gewoon zo'n zaterdag, dat gewoon thuis, er gebeurt verder niks. En nou, een beetje wassen, strijken, dat heb ik ook allemaal gedaan. Achter me zie je ook het wasrek. En ineens had ik het gevoel, wat jullie natuurlijk al wel eens meer zeggen, je hebt wel erg veel. Nou, ik heb al heel veel, eens even kijken. Ja, jullie zien daar een hele stapel dozen van de Action staan. Daar zitten al spullen in voor de meet and greet, maar ik heb zoiets, het moet anders. Ik heb zoveel kleding en ik heb natuurlijk ook kleding voor projecten, maar ik wil het anders doen. En nu is dus mijn idee, en ik neem jullie mee op die reis daar naartoe, is om mijn kledingkasten te halveren. Dus om van alle rokken de helft nog maar over te laten zijn. Dus zomer en winter door elkaar, alles door elkaar. Dat ga ik doen, denk ik, nu. Ik weet niet of ik het voor elkaar krijg, maar dat is het plan, om dat te gaan doen. En nou ja, ik laat het jullie zien, hoe het er allemaal aan toe gaat. Tja, dit is deel 1. Het zijn 44 rokken. Ja, dit is een winkel, dit is echt gewoon veel te veel. En nu moet ik dit dus gaan schiften en ik heb al bedacht, de eerste regel moet zijn dat het lekker zit. Dus dat ik me er prettig in voel. Dat is eigenlijk de eerste regel, dat ga ik doen. Dus ik zal zo meteen proberen uit te leggen waarom ik wat gekozen heb en waarom ik wat heb weggedaan. Nou, dit zijn de rokken die uiteindelijk zijn overgebleven. Eerst waren het er 22, maar er zijn er toch weer een paar teruggekomen. En ik heb er nu dus 25 rokken en ik zal een paar highlights eruit halen en vertellen waarom ik die gehouden heb. Nou, de eerste highlight is eigenlijk deze rok. Dit is een rok die een kringloopvriendin van mij heeft gekocht en met een challenge en waar ik echt heel blij mee ben en waar ik eigenlijk steeds complimenten over krijg als ik hem aan heb. Leuke is dat hij eigenlijk heel lekker zit. Het lijkt een overslagrok, maar dat is het niet. Maar hij zit heerlijk met elastiek en is natuurlijk hartstikke recht, wat ik ook ben. Dus dit is highlight nummer 1. Highlight nummer 2, dat is deze rok. Die heb ik een paar jaar geleden in Maastricht gekocht in een vintage zaak. En het is een hele gekke rok, maar hij is eigenlijk zo ontzettend leuk. En ik draag hem misschien maar 1 keer of 2 keer per jaar, maar dat is hij toch nog de moeite waard, vind ik. En dit is highlight nummer 3, mijn Dries van Notenrok. Of tenminste, mijn nagemaakte Dries van Notenrok met de bontrand aan de onderkant. Waar ik ook heel erg blij mee ben. Nou ja, en de rest dat zien jullie hangen. Nou, goedemorgen. Het is zondagmorgen. En ik heb er wel gewassen uiteraard, maar voor de rest, onopgemaakt, zit ik hier te kijken naar 33 jasjes. Daar mag ook de helft van weg. Nou, de rokken, daar hebben jullie al foto's van gezien. De jasjes, dat krijgen jullie nu ook te zien. En ik probeer het uit te leggen straks, maar oké, ik begin eerst met de helft. Dus ik mag er 16 zo'n beetje overhouden. 17. Nou ja, ik zal kijken. Ja, dit is de jasjescollectie. Even tellen. 2, 4, 6, 18, 12, 14, 16, 18, 20 tel ik er nu. Dus ik heb er schijnbaar toch ook weer iets bij gedaan. Of ik heb iets op in een andere lijst. Want dit hangt zo'n beetje tussen een blouseje en een jasje in. En dit eigenlijk ook natuurlijk. En dit ook. Maar dit is mijn jasjescollectie. En ja, waar ik dan heel blij mee ben, is eigenlijk met deze voor de kleur. Ik vind de kleur gewoon heel erg mooi. Dus dat zalm vind ik erg mooi. Ik vind deze heel leuk. Ja, ik vind ze eigenlijk allemaal best wel heel erg leuk. Ja, dit is voor mij een beetje een wildcard of ik die inderdaad ga dragen. Deze vind ik leuk voor het verhaal. En deze, die vind ik ook echt heel erg mooi. Van Jerry Weber een zwarte jasje. Dus dat zijn mijn jasjes.
Nou, hier hangen al mijn blousjes en shirtjes. Ja, daar hangen er een paar, die moeten gestreken worden, maar die heb ik net van de waslijn afgehaald. Ik heb er nu 23 geteld. Dus misschien had ik de vorige keer, volgens mij zei ik 22, maar er hangen ook de shirtjes bij. Misschien heb ik die toen niet meegeteld. Maar dat zijn eigenlijk allemaal wel hele lekkere blousjes en sommige heb ik ook al echt jaren. En ik laat een paar highlights zien. Nou, eerlijk gezegd ziet het er nu niet uit, maar oké, een gebroken wit zijde blousje, wat dus gestreken moet worden, maar wat ik wel heel erg graag draag, dat is een van de highlights. En wat ook eentje is, en dat is meer een winterse, en dat is deze, dat is dus een jeans blousje, ook van de Kringloop, wat ik ook heel erg graag draag en dat ik er best ook veel draag. Maar met name ook in het najaar, in de winter, draag ik dat veel. Nou, hier is mijn jurkencollectie. Nou, die is heel vlug klaar. Omdat ik natuurlijk niet zoveel jurk heb. En ik heb nu ook een jurk aan, dus die hangt er niet bij. Kijk, ik heb een paar jurken die zijn echt voor het mooi. Zoals deze en deze fluwelen. Deze is heel dik, was een zomerjurk en een thuisjurk. En deze ook. Dat is echt zo'n jurk, die trek je gewoon aan. Dit is mijn lievelingsjurk, maar dat heb ik ook al verteld. Deze draag ik ook heel graag, maar ik denk wel dat het laatste jaar is. Deze van Kringloopvriendin en deze ook van Kringloopvriendin. Dus mijn jurkencollectie. En zo hangt dus letterlijk mijn hele winter- en zomergarderobe op één rek. Ik heb het voor elkaar gekregen. Ik geloof van ongeveer 150 stuks naar 85 stuks te gaan. Ik heb 3 dingen teruggehaald toen ik alles in dozen ging doen. Ik dacht, die wil ik toch eigenlijk wel houden. Maar de rest denk ik dat weg mag. Ik laat het nog even een weekje staan. En dan kijk ik samen met Kringloopvriendin wat er van overblijft. Maar dit is het resultaat. Dit is exclusief de jassen. Nou, jullie zagen het al. Ik kreeg het ineens op mijn heupen en toen moest alles anders. En dan is het ook geen tijd om even rustig na te denken of even te denken, oh, dat neem ik dan leuk op en dan zet ik daar mijn camera weg. Nee. Dat moet dan gewoon één keer, hè. Iets wat ik in mijn kop heb. Ja, jullie snappen het al. Dat heb ik nergens anders. Dus goedemiddag, leuk dat jullie weer kijken. Ik ben Corrie en ik vertel elke week iets over mijn leven, kleur, kleding, lifestyle en kringlopen. En dit was eigenlijk het eerste deel. Dus het enorme opruimen. Ik heb het hier opgeschreven en het klopt ongeveer. Want ik heb het later, zoals jullie ook zagen, ben ik samen met Kringloopvriendin nog een keer doorheen gegaan. En toen had ik zoiets, oh ja, maar misschien wil ik die rok wel houden. Of die rok mag er gewoon meer in. Dus het is, waar ik mee begon, waren 194 kledingstukken. 44 rokken. Die heb ik teruggebracht naar 22. 33 jasjes, daar heb ik er nog 18 van over. 44 blousjes, daar heb ik er nog 20 van over. En dat zitten ook topjes, shirtjes zo bij. 11 broeken, daar heb ik er nog 9 van over. 15 jurken, heb ik er nog 11 van over. 34 truien en vesten, daar heb ik er nog 14 van over. En 13 jassen, en daar heb ik er 8 van over. Dus nu heb ik 102 kledingstukken in de kast hangen. En dat is van 194 dus naar 102. En ja, ja, dan begin ik natuurlijk weer opnieuw. Want zo heet de video natuurlijk. Vince was het idee dat de video zo heet.
opruimen en opnieuw beginnen. Maar toen dacht ik, hoe zie ik het nou eigenlijk? Hè? Van, ik ben nu al jaren hiermee bezig. En dit is echt wel een hele fikse opruiming die ik nu heb gedaan. En het heeft ook te maken met Henkje natuurlijk. Voor degenen die het nog niet weten. Op 2 september aanstaande, zaterdag, is er bij Henkie, Henkie's tweedehands hoekie in Breda. Ik zal het adres erbij zetten. Is er een meet and greet tussen 11 en 3. En er is er ook een closet sale. Dus alle dingen die nog mooi zijn, die ik echt nog goed vind, die hangen daar dan te koop. Voor Henkie prijzen. Dus dat is 2, 3, 4, 5 euro. En er zal waarschijnlijk een gouden rekje zijn met een paar dingen die net ietsjes duurder zijn, maar die dan ook echt speciaal zijn op een of andere manier. Nou ja, dat is eigenlijk het idee. En iedereen die wil komen is welkom. Van harte welkom. En ik zeg er steeds bij, ik ken jullie niet. Hè? Dus ik herken jullie niet. Dus als jullie denken, oh Corrie, dan denk ik, dan zwaai ik vriendelijk terug. En dan denk ik, oké, ik weet niet wie het is. Dus dat zeg ik er alvast maar bij. Maar als je dan je naam zegt of zo, dan denk ik, oh, tuurlijk, die zegt altijd dit. Of die reageert zus. Of, nou ja, allemaal leuk. Dus als je zin hebt, ben je van harte welkom. Maar dat was dus eigenlijk dit verhaal. Nu gaat het er even om hoe ik het zie. Want je kunt natuurlijk ook zeggen, Corrie, je hebt zoveel kleren. Je kunt de komende 5 jaar kun je vooruit. Nou, de komende 5 jaar is misschien overdreven. De komende 2 jaar, absoluut. Kan ik vooruit, hou je alles. En ga je niet meer naar de kringloop. Ja, dat is één probleem. Daar kan ik geen leuke filmpjes meer maken. Tenminste, niet daarover. Maar ik zie het ietsjes anders. En het komt ook wel een beetje door Roosmarijn. Dus Roosmarijn, dank je wel. Want jij hebt me toch wel op dit idee gebracht. Ik zie het zo dat ik kleding leen bij de kringloop. Dus zo'n blouseje. Ik geloof dat ik hier 2,95, 3,95 voor betaald heb. Dat betaal ik daarvoor. Dat is mijn leengeld. Ik mag doen met het blouseje wat ik wil. Ik mag het alleen niet in de kliko gooien. Dus ik mag het zo lang gebruiken, mag het zo lang lenen als ik wil. Maar als het daarna nog goed is, dan mag het weg. Dan mag het terug naar de kringloop. Dan mag ik het verkopen op Vinted. Dan mag ik het op Marktplaats verkopen. Weet ik, of bij de meet and greet, maakt allemaal niet uit. Ik mag het aan iemand weggeven. Maar ik leen mijn spullen bij de kringloop. Dus zo heb je dus eigenlijk continu letterlijk een kringloop van dingen. Dus dan gaat het weer terug naar de kringloop. Die verdienen daar ook weer geld aan, waar ze iets goeds mee doen. Dus als ik ooit een keer een miskoop heb, denk ik, nou ja, dan heb ik het toch het goede doel gesteund. Maar dan doen ze daar iets goeds mee en dan, nou ja, dan gaat het zo weer verder. En het leek me eigenlijk wel een hele goeie. En zo voelt het ook. Het voelt ook zo dat ik het te leen heb. Voor de time being. En ik zeg ook altijd tegen mijn kinderen. Als wij er niet meer zijn, horen ze hier. Haal er de belangrijke, leuke dingen. Dingen die je echt wil hebben. Haal er die uit. En voor de rest, bel Henkie. En laat hij gewoon thuis leeghalen. Ja, we hebben het leven in die zin ook te leen. Dan gaan we filosofisch worden. Maar oké, jullie snappen het idee. We hebben het te leen, zo zie ik het maar. En het mag van mij ook weg of terug of naar iemand anders. Dus dat doe ik eigenlijk met mijn kleding, heb ik dat idee. Maar eigenlijk doe ik het ook met mijn huisspullen. Want ik heb natuurlijk toen, het huis is denk ik maart of zo, zo'n beetje dat de meubels er waren. Ja, volgens mij wel zo'n beetje half maart en dan na alles klaarzetten, bla bla. En er moet nog wat gebeuren, want er moeten nog wat schilderijen opgehangen worden. Want ik wilde eigenlijk eerst zo'n schilderijenplankje. En daar de schilderij opzetten, maar dat wil pensionade niet. Die zegt, ja, stoot ik mijn hoofd tegen. Dus die wil ze gewoon tegen de muur. Maar dan moet je ook echt een hele goede compositie maken. Dus daar ben ik nog mee bezig. Maar dat komt goed. En de trap en de hal en zo, die moeten nog gedaan worden. En dat komt de klusser waarschijnlijk dit najaar of begin volgend voorjaar doen. Maar dan is het huis eigenlijk vrij ver klaar. Maar ik wil het dan toch steeds een beetje veranderen. Kijk, nu staat er hier op de kast dat die vaas en die stolp. En misschien denk ik over een paar maanden, nou mag er weer eens iets anders staan. En dat had ik eigenlijk ook bedacht over het huis. Ik bedacht me ook dat ik in het najaar misschien wel wat stoerdere spullen wil. Een beetje zwaarder. Niet echt zwaar, want daar hou ik sowieso niet van. Maar gewoon een beetje zwaarder. Een beetje najaarsachtig, waar je dan kaarsjes. Ik geen echte kaarsjes, uiteraard, dat doe ik niet. En daar kan ik niet tegen. En natuurlijk nergens tegen. Maar oké, gewoon dat soort dingen. Dat je dan een andere sfeer krijgt in huis. En dan met de kerst weer een beetje aanpassen. Weer een andere sfeer. En dan weer naar het voorjaar. Het is natuurlijk letterlijk ook de kringloop van het leven. En de kringloop van de dingen. Dus
En dat kwam eigenlijk ook wel, want ik zag een paar mooie dingen en die heb ik dus ook al meegenomen. Soms staat de prijs er nog op en soms ook niet, volgens mij. Maakt niet uit, ik zal het laten zien. Ik vond, ik meen bij Henkie, een hele mooie schaal. Echt een ontzettende mooie. Ze vroegen er ook een tientje voor, 10 euro. En het is ook een zware schaal. Het is, ja, hij is gewoon mooi. Dus, kijk, zo kun je zien. Je kunt zien dat hij ook echt wat dieper is. En dan zo'n spiraal erin, die je ook echt kunt voelen. Die voel je ook echt aan je vingers. Nou, echt, deze vond ik heel mooi. Ik denk, oh, dat is leuk om zoiets stevigs, om daar ook iets mee te doen. En of ik dat nou op de kast zet of in de hal zet, of maakt eigenlijk ook niet veel uit. En toen vond ik, en deze was volgens mij van de Emmaus, vond ik bij de Emmaus deze kruik. En het is hout. Kijk, of in ieder geval zit een houten stop in. Maar wat dit precies is, of dat het toch een beetje ijzerachtig is, dat weet ik niet. Het ruikt ook helemaal niet of zo, maar het is wel een echte kruik. En ik vind hem gewoon heel mooi. Een hele mooie. Dus die had ik gekocht. Ik denk, oh, die is ook mooi bij die schaal. En ik heb, ja. Ja, ik weet het, ik weet het. Jullie zullen nu zeggen, daar komt ze weer met haar kippen, haar hanen, daar weet ik wat. Ja hoor, een kip gevonden, een stenen kip. Hij is ook behoorlijk zwaar. Van 4 euro bij Henkie. Maar ik vind hem ook wel heel erg leuk. Ja, hij is gelukkig wel hol. Anders was hij inderdaad helemaal zwaar. Ik heb, daar straks heb ik ook op zolder opgeruimd, ook voor Henkie zo. Ik heb natuurlijk eerst mijn kleding gedaan en nu mijn spulletjes en zo van welke spulletjes mogen weg. En er zitten heel veel dierendingen bij. En ook dingen die ik niet wegdoe, die dieren zijn. Maar ook dingen gewoon, ik val daar schijnbaar op. Ja, en dat is dat laatste dus ook. Daar val ik dus ook op. En ik hoop dat ik ze nog niet heb laten zien. Anders krijg je jullie eens twee keer te zien. Kijk, het zijn er twee. Het zijn twee katten. Kijk, en die komen ook bij Henkie vandaan. Kijk, kijk, vind je ze niet leuk? Vind je ze niet geweldig? Dus ik vind ze geweldig, die twee katten. Nou, ik ben hier heel blij mee, maar dat ga ik eigenlijk het najaar doen. Ik ga dus in het najaar, of na Henkie, zeg maar, na de meet and greet, ga ik dit soort dingen allemaal doen. Want ik ben er nu filmpjes in het vooruit aan het maken, ook in verband met de vakantie naar Noorwegen toe. Maar ja, dat is een hele happening, hè? Ik bedoel, ik ga niet dikwijls op vakantie. Dus ja, dan, als je een keer gaat, dan is het ook echt een happening. Nou, in dit geval ben ik dus een filmpje aan het maken voor de 21ste. En ik denk dat het 10e is vandaag zo. Dus voor mij echt heel ver vooruit. En dus dat komt dan de 21ste uit. En die week erna komt dan het filmpje over Noorwegen. En de week erna over de meet and greet met Henkie. En daarna komt een filmpje over de nieuwe trends in de najaarsmode. En dan ga ik inderdaad ook laten zien hoe je dat kunt vinden in de kringloop. Of hoe je met je eigen spullen, of misschien iets erbij, dat kunt bewerkstelligen. Dus dat is eigenlijk het idee van de komende weken. Ga ik dit allemaal doen. Dus dit zien jullie nog niet gestyled, want dat ga ik daarna doen. Dus als ik de trends doe, dan ga ik ook inderdaad de huistrends doen. Ga ik dat doen. En dan hebben we natuurlijk weer de challenge met kringloopvriendin. Want dan hebben we de najaarschallenge. Dus ik heb het er allemaal maar druk mee. Maar ik heb er leuk druk mee. En dat is eigenlijk wel het allerbelangrijkste natuurlijk, hè? Dat ik het zo naar mijn zin heb. Nou, dank jullie wel weer voor het kijken, voor de likes, voor de duimpjes, voor de abonnees. Allemaal super, super blij mee. Dankzij jullie kan ik ook leuke filmpjes blijven maken. Want het is natuurlijk, ja, ik vind dit gewoon heel leuk. Ik vind het leuk om te doen. Je bent net ergens mee van de straat, hè? Dus, en dan vertel ik jullie weer allerlei verhalen, wat ik allemaal meemaak en wat ik allemaal doe. En dat krijgen jullie dan volgende week weer te zien. Dus volgende keer als jullie dit zien, dan zal het over Noorwegen gaan. En hoe het daar was, want daar ga ik namelijk ook naar de Jenbrug. En de Jenbrug is de kringloop. En ik wil de Noorse kringloop ook heel graag zien. Nou, dat gaan we doen, heeft Nicolette gezegd. Dus jullie zien mij daar dan bezig. Ik wens jullie hele plezierige week toe. Mooi weer, of in ieder geval dat je het gezellig hebt. En een goede gezondheid. En ik spreek jullie graag volgende week weer. Dank jullie wel. Dag.